En het is inderdaad vanaf nu eigenlijk, hè, want dan openen we het een soort van officieel nu, de week van het geld. En dat vinden wij als gemeente heel belangrijk, want als jullie later nog groter zijn dan jullie nu al zijn, ja, dan kom je in aanraking met allerlei zaken. Dan moet je ineens een rekening en dergelijke, en dan moet je jezelf gaan verzekeren. Nou, dan zijn ook altijd weer risico's aan verbonden. Dus dan is het goed dat er allemaal mensen zijn, en er zitten stiekem achterin de zaal, ook mensen die daar heel veel verstand van hebben. En die jullie dan een beetje helpen bij hoe ga je nou op een goede manier mee om. En het thema, dat heb ik goed in mijn hoofd, is bedring de blind. Maar dat betekent ook dat je natuurlijk heel veel verleiding hebt. Op al die social media krijg je allemaal hele leuke mooie dingen. En dat kost allemaal heel veel geld. Ja, dan moet je het geld ook wel hebben. En dan moet je ook weten van ja, misschien heb ik het geld even niet meer. En dan kan je het gewoon niet kopen. Zo zit het natuurlijk ook. Hé, hey, ik heb een stukje taart voor je, kijk eens. Oh. Eet maar lekker op, dat is ontbijt. Vandaag mag het, vandaag mag het. En? Ik heb ooit een cadeautje. Ja? Ja, man. Kijk hier. 100 euro? Ja, man. Oh. Doe maar in Sparkle. Bro, luister. Skip heel die fiets. Laat ook. Ja? Wat jij nu nodig hebt, zijn nieuwe schoenen. Die schoenen zijn helemaal afgetrapt. Ja? Dan kan je niet mee naar je nieuwe school. Dat kan niet. Dat kan niet. Maar als jij de kracht hebt om daar niet naar te luisteren, om niet bang te zijn wat mensen van jou vinden, want dat is namelijk die kracht waar ik het over heb. Heel veel mensen vinden het vervelend wat andere mensen van hun vinden. Dus als jij degene bent die ze proberen iets te laten doen, en jij denkt bij jezelf, ja, ik moet het wel doen, anders denken ze misschien dat ik super ben, oh, ik moet nou, ik ga het toch maar doen. Nee, dan ben je heel sterk, je denkt, maar het maakt mij helemaal niet uit wat ik van me vind. Ik bepaal zelf wel wat ik doe, dus ik doe het lekker niet. Misschien wil je wel heel graag die schoenen hebben die je niet kan betalen, maar ja, ik wil ze gewoon hebben. En dan heb je het geld niet en je koopt ze toch. En dan kom je eigenlijk, wat er dan gebeurt, is dat je meer uitgeeft dan dat je hebt. En wat gebeurt er als je meer uitgeeft dan dat je hebt? Wat gebeurt er dan? Schulden. Wat zei je? Schulden. Schulden, dan kom je in de schulden.